Selin, vorig jaar had je zoveel pech op de kampioenschappen en nu is het raken dan ook meteen de titel en de gouden medaille. Ja, inderdaad. Vorig jaar was echt een beetje balen, net naast het podium, terwijl ik eigenlijk er wel voor meedeed. En nou, ik heb er zeker een doel van gemaakt en daar ging ik ook voor. Ik ben ook blij dat ik het heb waar kunnen maken. Je werd ook wel een beetje als huishoog favoriet gezien de positie waarop je natuurlijk bij de elitevrouwen reed. Hoe schatte je dat zelf in? Ik schat mezelf ook hoog in. Natuurlijk, mensen verwachten iets van mij en dat verwacht ik zelf ook wel. Ik heb de laatste wedstrijden heel sterk gereden, en, maar ik ging op zich wel met een goed gevoel naartoe. Maakte je het verschil door gewoon de sterkste te zijn of had je een bepaalde plek waar jij het verschil kon maken? Nee, ik reed gewoon eigenlijk een constant tempo en ik probeerde zo hoog mogelijk dat tempo aan te houden. En ik ben heel snel met lopen, dus in de loopstukken probeerde ik ook dat mijn voorsprong een beetje uit te bouwen en dat lukt op zich wel. Dus ja, en verder gewoon zo hard mogelijk rijden. Ik denk dat dit wel het hoogtepunt in jouw sportloopbaan mag heten. Ja, absoluut. Tot zover wel, ja. Dankjewel.